De boeken van Aspe, Jeroen Meus en de strips van Jommeke in Permeke bevatten stuk voor stuk sporen van cocaïne, zo blijkt uit het onderzoek. Dat wil zeggen dat ze minstens één keer in contact zijn gekomen met een gebruiker of in een ruimte lagen waar cocaïne gesnoven werd. High word je niet van het lezen van zo'n boek. Het gaat steeds om minieme hoeveelheden. En dat beseffen ook de gebruikers van de bibliotheek. Iemand die cocaïne pakt, of drugs, of iets dat er kan ook blijven plakken. Ja, dat kan overgedragen worden op anderen. En die pakken dus hier een boek die een ongetest is. En dat zit op die een andere boek, maar die verrijdt die ook niks genomen. Hè. Ik denk dat dat zo weet is. Overdraagbaar, denk ik. U gaat daarom niet minder hier naar de bibliotheek komen, hè? Nee. Dat mogen we niet meer rossen, maar ook niet meer. Hè. Want ze hebben nogal gevonden in de riool ook. Hè. Dat zit hier volk ook in. Antwerpen is een grote markt ervoor. Hè. Gekend. Hè. Altijd geweest, altijd blijven ook. Hè. Dus u verschiet er niet van? Nee, helemaal niet. Ik vind het overal terug. Hè. En dan? Kijk, ik wou dat je dat leest natuurlijk. Of wel? Het gaat u niet tegenhouden om hier geen boeken meer te komen? Nee. Dan kunnen we gaan opsluiten, hè, natuurlijk. Ik ben maar dat geen probleem. Ik zal nog niks vinden, denk ik. Zou het misschien nog kunnen verkopen? Het boek van Aspe en het exemplaar van 50 tinten grijs vertoonden ook kleine sporen van het seksueel overdraagbare herpesvirus.